Hammond. Times they are changing. In een prachtige versie van Rian Devers openen we de 311e editie van... Radio, radio, radio aan de arbeid. Dankjewel, Rian. Burgers en buitenlui, studenten en arbeiders, leienaren en leidenaren, luisteraars thuis en hier in de studio, welkom. Dit keer vanuit de Leidse Schouwburg, waar vanavond alles draait om kunst en kennis, cultuur en wetenschap. Waar anders dan vanuit dit rode nest kunnen we het beter hebben over werk, ambacht, bloed, zweet en tranen. Want, trouwe luisteraar, zoals u van... Radio, radio, radio aan de arbeid. Mag verwachten, leggen wij het vergrootglas op ambachtelijk Nederland. In een tijd waarin het denken domineert en men vooral met het hoofd bezig is, maken wij tijd om terug te kijken. Een tikje nostalgisch. Een vleugje melancholisch. En een snufje profetisch. Vanavond een programma vol harde werkers. Het hoorspel Wij van de Fabriek en de mannen van... Act Mutiny. Radio, radio, radio aan de arbeid. Dames en heren, met veel liefde stel ik u voor aan mijn collega Thijs Huis. Dankjewel. En dit is Wil van der Meer. We gaan aan de arbeid. Lukke, lukke, jaander. Lukke, lukke, jaander. Lukke, lukke, yonder, when the sun done gone, the captain can't hold her. The captain can't hold her. The captain can't hold her. The way that I do, ain't I got a gold mine? Ain't I got a gold mine? Oh, ain't I got a gold mine? Way above her knees, her shift is golden. Her shift is golden. Her shift is golden. Way above her knees, look, look yonder, look, look yonder, look, look yonder, when the sun done gone, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, oh, Betty, Black Betty, bam-a-lam, oh, Betty, Black Betty, Black Betty had a baby, bam-a-lam. Black Betty had a baby, bam-a-lam. That thing was crazy, bam-a-lam. That thing was crazy, bam-a-lam. Black Betty didn't mind, bam-a-lam. Black Betty didn't mind, bam-a-lam. That thing was blind, bam-a-lam. That thing was blind, bam-a-lam. Whoa, Black Betty, bam-a-lam. Whoa, Black Betty, bam-a-lam. Oh, Betty, Black Betty, bam-a-lam. Oh, Betty, Black Betty, bam-a-lam. Jump steady, Black Betty, bam-a-lam. Jump steady, Black Betty. On Monday, I was arrested, yeah, yeah. And on Tuesday I locked up in jail, yeah, yeah, yeah. And on Wednesday, baby, my trial was tested, yeah, yeah. And on Thursday, nobody would blow my bill. Yes, I'm all almost done. Oh, yes, I'm almost done. Oh, yes, I'm almost done. And I ain't gonna yell against no bells. We went a walking, yeah, yeah. And on Tuesday I was asked to go, yeah, yeah, yeah. And on Wednesday we sat down and talking, yeah, yeah. And on Thursday she burns all of my clothes. Yes, I'm all almost done. Oh, yes, I'm almost done. Oh, yes, I'm almost done. And I ain't gonna yell against no bells. Bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, whoa, Black Betty, bam-a-lam, oh, Betty, Black Betty, bam-a-lam, oh, Betty, Black Betty, bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, Black Betty had a baby, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, that thing was crazy, bam-a-lam, Black Betty didn't mind, bam-a-lam, Black Betty didn't mind, bam-a-lam, that thing was fine, bam-a-lam. I'm almost done, and I ain't gonna yeah.
Hij is geboren in 1929, maar zegt altijd dat hij 19 is. Opa Harry groeide op in de kooi. Zijn vader werkte hier in de Leidse Schouwburg als decorbouwer. Opa kan veel dingen maken. Dat doet hij met zijn handen en hij heeft geen machines nodig. Toen ik nog maar net geboren was, maakte hij bijvoorbeeld een hobbelpaard. Hij heeft eerst een tekening gemaakt in de hoek van de krant en is toen het hobbelpaard gaan maken op zijn zolderkamer. Daar werkt hij. Hij heeft het werken geleerd op de ambachtschool op de Haagweg. Hier ging hij naartoe toen hij 12 jaar was. Hij leerde hier alles over hout, gereedschap, bouwen en werken. En zo werd hij timmerman. Hij heeft een hekel aan vieze handen, daarom is hij geen schilder geworden of automonteur. Opa is altijd blijven leren. Vroeger werkte hij overdag als timmerman, 's avonds ging hij naar school. Hij leerde dan tekenen, geen mensen of bloemen, maar constructies. Toen hij 44 jaar was, deed hij zijn laatste examen. Als je met opa door de stad fietst, wijst hij vaak aan wat hij allemaal heeft gemaakt. Hij was vooral goed in kozijnen bouwen. Probeer ze maar eens te tellen als ze voor ons net staan, maar zijn er vaak te veel. Alles wat je kan maken, heeft hij gemaakt. Als je goed naar opa's handen kijkt, kan je dit zien. Alsof zijn handen het gereedschap zijn. Ik wil later ook van die handen die alles kunnen maken. Dan kan ik opa helpen en bouw ik voor hem een hobbelpaard. Je hebt ons brood gesneden, onze kleren gekeken, ons pannetje toegeschoven. Je hebt de sokken gestopt en ons ondergestopt. En ons stof is verstrekt. En kranten de wijk rondgedragen. Je hebt geschild en versteld. En de hemden geteld. Allemaal met je handen. Ons menigmaal, ook het warme onthaal van een oplawaai gegeven. Je hebt ons groot gebracht, we waren met acht. Allemaal met je handen. Ze waren heet en koud, nu zijn ze oud. En met al onze schade en schande zijn we huiswaarts gegaan en we schrikken weer aan. En we strelen we je handen en dan strelen. Zoals iedere week nemen wij u mee naar een tijd toen geluk nog heel gewoon was. Dit keer het woord aan historicus Cor Smit. Radio, radio, radio aan de arbeid. Cor, jij kwam in 1972 studeren in Leiden. In wat voor stad kwam je toen terecht? Ik kwam uit Schiedam, dat is een oude verpauperde fabriekstad ten westen van Rotterdam. Ik dacht dat ik hier in Leiden in een beetje kakineuze ballenstad terecht zou komen. Maar het bleek eigenlijk net zo'n oude verpauperde fabriekstad te zijn als Schiedam, alleen zat er ergens nog een universiteit aan vast. Maar de hele delen van de binnenstad waren eigenlijk industrieterreinen, zo rond de Lange Gracht en achter de Hooigracht, en allemaal fabrieken en tussendoor woonden dan nog wel een beetje mensen. Ik kwam er ook al snel achter dat dat helemaal niet zo erg goed ging met die Leidse industrie.
de conservenfabriek waar ik meestal langs liep als ik naar de studentenflat toe liep, aan de Moorstraat. Die ging hetzelfde jaar dat ik aankwam nog dicht. Ik had er niks mee te maken, maar... Op de Galgenwater, het Galgenwater zag ik een heel groot leeg fabrieksgebouw staan. Dat was volgens de Leidenaren de Roto, de rotogravurenmaatschappij. Een jaar daarvoor leunde daar nog de Panorama en een heleboel andere geïllustreerde weekbladen van de pers. Al die bladen die ik terug kon vinden thuis in de leesmap van mijn oma. En een vriend van mij die woonde in de Keizerstraat in een groot appartementencomplex van studentenhuisvesting. En dat bleek bij nadere inspectie ook gewoon een verbouwde wolfabriek te zijn van Van Wijk. En ik had in mijn jeugd zelf onder een deken van Van Wijk geslapen. Een vreemde gewaarwording, maar ik voelde mij eigenlijk toch eigenlijk wel snel meer verbonden, betrokken bij de stad dan bij de universiteit. En dat betekende dat ik in de jaren daarna regelmatig te maken kreeg met allerlei acties tegen bedrijfssluitingen. In 1978, de Klos en Leenbrugge, het laatste grote textielbedrijf van Leiden. En in datzelfde jaar de grofsmederij. 3 weken lang bezetten de arbeiders van de grofsmederij hun bedrijf in een poging om de zaak open te houden. Dagelijks zond de VARA er nieuws over uit over de radio. Het mocht niet baten. 1981, de Adler typemachinefabriek bij de Rooseveltstraat. Die probeerden we toen open te houden. Lukte ook niet. Toen in 1986 de HCW, ook zo'n groot metaalbedrijf. En in 1988 dus de meelfabriek De Sleutelstichting. Toen klonken er nog maar heel weinig protesten in de stad. Het was wel over. Het was een gelopen race. Leiden was geen industriestad meer. Als je dat 30 jaar eerder hier in Leiden verteld had, dan hadden ze je niet alleen maar met grote ogen aangekeken, maar je ronduit voor gek verklaard. Leiden, ja, dat was een fabriekstad en die bedrijven, dat waren sterke, gerenommeerde bedrijven. Ze betaalden dan misschien niet zoveel, maar er was werk volop. Zoveel zelfs dat de grofsmederij in de jaren 50 een van de eerste bedrijven in Nederland was die arbeiders uit het buitenland ging halen. Dat waren toen nog Spanjaarden en Joegoslaven. Die metaal was ook de grootste bedrijfstak in deze stad. Want bij de grofsmederij, de HCW, daar werkten meer dan 1000 mensen. En er waren nog veel meer metaalbedrijven. Maar in de binnenstad stonden vooral, nou, dat werd eigenlijk gedomineerd door wolfabrieken. Behalve Van Wijk en Klos en Leenbrugge, waar ik het net over had. Natuurlijk de fabriek van Krans. En niet te vergeten de tekenfabriek van Zaalberg. Bijna een iconisch merk eigenlijk. En natuurlijk was er een sterke grafische nijverheid. De rotogravure was het grootste, maar lang niet de enige uitgeverij, drukkerij. En dan had je nog veel meer conservenfabrieken. Ja, welk Nederlands huishouden had niet een blik van de sleutels of nog iets eerder het merk Molen van Tieleman en Dros in de provisiekast staan. En er waren nog veel meer bedrijven. Trouwens, die conservenfabrieken. Wat dat betekende ook nogal wat voor het hele straatbeeld. Je zag toen overal in de volkswijken in het seizoen hele huishoudens samen aan het werk met om de bonen te doppen, groenten schoon te maken. Dan verdienen ze nog wel bij in die bittere armoede. En dan heb je natuurlijk toch de meelfabriek, een enorme kolos. En dat is ook tekenend voor het belang van die Leidse industrie. Daar werd 20% van alle broden die in Nederland gebakken werden, dat werd gebakken van meel dat van de Leidse meelfabriek kwam. En alle vermicelli die mijn moeder in de soep gooide, en alle macaroni die ze klaarmaakte, dat werd gemaakt van hardgries, dat van diezelfde meelfabriek afkomstig was. Ik zou zo door kunnen gaan over de limonadefabriek in Riedel, tegenwoordig appelsientje in Ede. Sanders zeefabriek, nu de Multinational Global Centers in Brabant. Maar voor Leiden is industrie verleden tijd. 30 jaar later was het allemaal afgelopen. Dank.
Nou, werken in de fabriek. Niet zomaar een verjaardag dus. Zijn moeder bakt een taart. Jo. Opa oefent zijn lied. Ja, la, 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 la. En er is ook nog Marianne. Hé. Hey. Het meisje van hiernaast. Kees komt naar beneden gevlogen. Wie hoor ik daar tetteren? Oh, waar komt hij wel zijn nest uit? Jee, met je bladder. Darm. Je sterfvlekken. Jij eerst. Jij eerst. Nee, jij eerst. Nee, jij nou, bamboezeur, wat zeg je ervan? Hé, hey, ging je niet vroeg of laat zingen? Ik, hè? Wat? Nee, hoor. Nee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dat is Engels. Ik dacht dat je een beroerte kreeg. Gefeliciteerd, jongen. Nou, man. Marie geeft een biertje aan Kees en pakt er zelf ook een. Komt eraf. Komt eraf. Nou, Kees, pak zelf wel even een biertje. Hop, komt eraf. Hey Dar, sinds wanneer spreek jij Engels? Sinds de LOE. Come with me. Dat is ook Engels. Come with me. Goed. Echt? Ik heb geen idee. Ik vroeg of je meekwam. Hallo, waarheen? Naar Amsterdam. Oh. Nou, er is niks in Amsterdam dat hier ook niet is, hoor. Nou, ouwe opa Henk. Ja, koekeroes, die hebben ze. Koekeroes. Die zijn schijt al in stad hebben dat ze op alle schijt. Bent u er al eens geweest dan? Hoe weet hij anders dat er duiven zijn? Ja, grootpa. Omdat we ze hier bijna niet hebben. Ze moeten toch ergens heen? Nee, wij hebben meeuwen. Ja, omdat we hier iets te halen van hier ook, hè. Maar maken ze anders zo'n geluid? Ik ben nog nooit voorbij de vlieg geweest. Ja, waarom zou je ook, hè? Als je leven hier is, waarom zou je dan daar willen zijn? Hè? Ik kan er met mijn hoofd niet meer bij, hoor. Iedereen is kinkhoorn geworden. Wat? Kinkhoorn? Volslagen kinkhoorn? Oh, kinkhoorn. Nou, dat zeg ik, kinkhoorn. Het enige dat je weggooit, is de verpakking. Hè? Je weet wel, met Jaapie. Ik snap er niks van. Dat is brood, jongen, maar dat is niet ons soort brood in. Dat is helemaal geen brood. Het wordt toch gebakken. Ja, dat wordt een baksteen ook. Het brood van ons meel, daar zit liefde in. Liefde en zweet. Gadver. Jij eet zeker geen kinkhoorn, hè, Marianne? Kijk, daar ga je al. Er is niks mis mee, hoor, met een beetje zweet. Jouw moeder heeft zich ook in het zweet gewerkt om jou te baren hier. Als kinkhoorn ze zin krijgt. Dus hebben ze daar straks ook machines voor. Hè? Hebben we nergens mensen meer voor nodig. Heb je tijd over? Ja, voor wat? Ja, nou, om dingen. Ja, ik doe al dingen. Ja, dingen die moeten. Ja, dat zijn toch dingen, dingen zijn dingen. Maar dingen die mogen. Een taal leren. Ergens heen gaan. Naar Amsterdam of zo. Ik ben al in Amsterdam geweest. Wat? Ja, hier ook. Bij de A van Amsterdam. Dat is niet hetzelfde. Nee, jawel, maar dan... Minder poep. Minder poep, zeker ja. Radio, radio, radio. Aan de arbeid. U hoorde een klein stukje uit het nieuwe toneelstuk Wij van de Fabriek. Dat PS Theater speelt van 4 tot en met 20 november in de Oude Meelfabriek hier in Leiden. U bent van harte welkom. Je gaat helemaal niet bij Jaapie wonen. Je blijft gewoon bij papa en mama thuis. Ja, maar papa, bij Jaapie hebben ze lekker kinkhoorn. Wat zeg je? Bij Jaapie hebben ze kinkhoorn. Had dat dan meteen gezegd, knul. Dan ga ik toch mee naar Jaapie. Zeg, is het eigenlijk fijn naar Jaapie? Wat papa heeft ze schoppen of aan? Nee, want daar kinkhoorn.
Het enige dat je weggooit is de verpakking. Kinkhoorn, ik hoor de lachjes van herkenning. Kinkhoorn, je kent het nog? Wie heeft het gegeten? Handjes in de lucht? Ja, het zijn er best veel. Ja, ik heb het nooit gegeten. Ik was al weg toen ik in Nederland kwam. Wie stak daar zijn hand in de lucht? Oh, dan komt die meneer met die microfoon. Het is een interactieve gedeelte, moet ik iets zeggen.